staan nu bij een expositie van Joao Collageng en die gaat iets over zijn schilderijen vertellen. Ik ben Joao Collageng. Ik woon in Nederland bijna 2 jaar. Ik ben Braziliaans. Ik werk met collage bijna 10 jaar. Né? Mijn techniek is heel gemakkelijk. Né? Ik gebruik papier, lijm en vernis op hardboard. Ja, de basis van mijn werk is maatschappijkritiek, maar wat ik zie over de realiteit, ik transformeer in een grapje, of in humor, of in kritiek, of de ironie. Né? Maar ik kijk veel dingen in de wereld, op de televisie, of de foto in de krant, of de magazine. Dit is mijn inspiratie van creëren. Hou je die uit tijdschriften? Ja, ook de boek, tijdschrift, krant of veel spullen. Ik gebruik de papier. Niet alleen van de tijdschrift, maar van de boek ook. Ja. En kon je eventjes dit schilderij misschien uitleggen? Uitleggen? Wat betekent dat? Ja. Oh, wat het betekent? Oh, okay. waar gaat deze over, deze collage? Over, ik gebruik over de kolonisatie van Brazilië, mm-hmm. Né, de Europeans explore van Brazilië, ook van de Afrikaan. ik maak een toneel van de rijk land, die explore de andere land. Né. En heeft het iets met je achtergrond te maken dat je dit op die manier bent gaan doen? Op wat ik zie, de realiteit van de wereld. Né? Vroeger, ik woonde in Brazilië. In Brazilië, né? Daar kan ik zie alleen de arme mensen. Nu, ik woon hier. Ik kijk de verschillende cultuur, ook de verschillende socialiteit. Mm-hmm. Socialiteit? Ja, de socialiteit. Ja, niet socialiteit. Ja, de sociale klasse. Sociale klasse. Ja. Niet alleen voor dat, maar niet de Europeans, maar de Amerikaans. Op de Japan of... Ja, ja. De collages zijn ook te koop, hè? Ja, ja. Is het duur? De prijs staat eronder. Nee, het is goedkoop. Ja, nu. Nu is goedkoop. Ja, ja. Ja. Oh, kijk, ik zie Richard Gere hier. En Wim Kok staat er ook op hier. Ah ja. Dank je. En Emiel Ratelband. Ook nog. Tjaka.